dan moest ik net hebben, eikeltje. Een eikeltje is het zaadje van deze boom. Een eik. Moet je kijken hoe zo'n zaadje in elkaar zit. Eerst de schil even afbellen. Die schil, die is om het zaadje te beschermen en om alles bij elkaar te houden. Want er zit nog heel wat in. Hier. Dit zijn de zaadlobben. Die zaadlobben, dat zijn een soort voedselpakketjes. Die zitten in elk zaadje. Dat voedsel is voor het plantje dat straks gaat groeien. En dat plantje, dat zit er zelfs ook al in. Kijk maar. Dit plantje, het kiemplantje, laat eerst een worteltje de grond in groeien. Daarmee kan het water uit de grond halen. Dan komt er een stengeltje bij en dan pas kan die echt gaan groeien. Want dan kan die zelf voedsel gaan maken. Dus dan heeft hij deze zaadlobben niet meer nodig. Nou, die verschrompelen. Eikels vallen in de herfst uit de boom. Recht naar beneden. Maar zo'n nieuw eikje heeft natuurlijk heel veel licht en voedsel uit de grond nodig. En zo'n grote boom houdt al het licht tegen. En hij haalt ook al het voedsel uit de grond. Dus om een klein plantje te worden en later een grote boom, moet het zaadje heel ver weg van de boom. Maar ja, hoe doet hij dat? Een zaadje kan natuurlijk niet lopen.